allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. En na jaren ben ik hier weer met mijn vader op jullie verzoek. Want ja, het is al zo lang geleden. En ik zou zeggen, stel je even voor. Hey jongens, leuk dat jullie mij weer eens een keer wouden zien. Joost die stond er zo om te springen om met mij weer eens een keer een video te maken. Dus ik denk, ach ja, laten we het toch maar weer eens een keertje doen. Ja, en we gaan old school doen. De eerste video en de andere video van ons samen hebben we hetzelfde gedaan. We hebben namelijk allebei 10 vragen. Tenminste, als het goed is, heeft papa er ook 10. Als het goed is, over onszelf. En ja, die gaan we aan elkaar ons de beurt stellen. En dan gaan we kijken wie het goed heeft en wie het meeste van elkaar goed heeft. Dus ik ben heel benieuwd. Wil jij beginnen of zal ik beginnen? Ik dacht dat ik aan jou vragen moest stellen over jou. Ja, ik heb ook vragen over mij. Ja, dat kan ook. Dan stel ik gewoon vragen over mezelf en dan mag jij ook vragen over mij stellen. Is ook goed. Ja, dat komt een beetje beter uit dan. De plannen wijzigen, maar dat doen we dan wel. Dus, dat is goed. Nou, stel jij maar jouw eerste vraag over mij. Nou, waar zullen we mee beginnen? Van, wat is jouw leeftijd? Ja, 19. Oké, grote jongen. Ja. Nou, nu ben ik heel benieuwd naar deze vraag, of je het nog weet. Welk restaurant waren wij eten bij Superfound? Oei, ik weet niet hoe dat restaurant heette, maar ik weet wel dat het een pizzeria was. Een heel aparte pizzeria shawarma tent. Grillroom Habibi. Zo, dat jij dan gehouden hebt. Nee, ik zal het uitleggen. Ik heb Floris, die toen ook mee was, lachen daar nog steeds om. Dus wij hadden pas geleden opgezocht hoe het heette. Omdat wij bingo online gingen spelen met vrienden en degene die won. Die morgen keer met Floris gaan we naar Grillroom Habibi. Dat was de hoofdprijs voor de volle kaart. Dus, oké. Ja, toen heb ik gewonnen. Dus straks na de corona gaan wij weer een keer langs bij Grillroom Habibi. Ah, gezellig. Mag ik niet mee? Ik kan te vragen of je mee mag. Ja. Ik zal te vragen. Oké, prima. Nou, dan ben jij weer. Ja, wat zijn jouw lievelingsliedjes? Ja, maar... Oh nee, trouwens, die heb ik niet. Ik wou zeggen, dan heb ik een precieze vraag. Nou, ik vind Bellen met de Boys een heel leuk nummer van Firoza. Die luister ik echt heel veel. Ze heeft maar 3 nummers, Firoza. Maar haar 3 nummers waren sowieso in januari mijn meest geluisterde nummers, alle 3. En als ze meer nummers uitbrengt, dan weet ik zeker dat het mijn meest geluisterde artiest zou worden. Maar ja, met 3 nummers gaat ze dat niet redden. Want er zijn heel veel artiesten die ik luister met 20 nummers die in mijn playlist staan van hun. En ik weet niet of jij het weet, toevallig luister ik nu weer als eerste keer geen muziek. Maar als ik thuis zit, ik luister de hele dag door muziek. Als ik achter de computer zit, als ik zit te bellen, ik luister altijd muziek door mijn koptelefoon. Echt de hele dag door. Maar waarom de Firoza? Haar nummers zijn mijn meest geluisterde nummers. Niet mijn meest geluisterde artiest. Maar dat is gewoon heel moeilijk met maar 3 nummers. Maar ik hoop, ze heeft aangekondigd dat ze waarschijnlijk binnenkort met een album komt. Dus als je dit kijkt, Firoza, kom alsjeblieft snel met je album. Want ik wil echt meer muziek van je, zodat ik nog meer kan luisteren. Oké, laat dan eens een liedje horen van Firoza. Ja, dat wil ik wel doen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Oké. Ik post mijn album op het Bellen met de Boys. Ik kan uren converseren met gevoelige boys. Je kan me vinden met de emo boy, baby boy boys. Ik post mijn album, album, album op het Bellen met de Boys. Ik wil bellen met de boys, lekker bellen met de boys. Ik ga bellen met de boys, boys, met de boys. En wat vond je ervan? Ja, apart. Apart liedje. Ja. Dan mag jij weer jouw volgende vraag over mij. Of wacht, ik had trouwens een vraag geantwoord. Nou, dan ben ik met mijn volgende vraag. Met wie ben ik getrouwd? Met wie ben jij getrouwd? Dat moet je weten.
Staat op mijn Facebook dat ik getrouwd... Niet kijken. Ik zie jou er ook wel voor aan om Facebook nu te gaan openen. Ik ben getrouwd met die man. Begin met een J. Ja, met die uit Sprundel. Ja. Of nee trouwens, niet uit Sprundel. Nee, dat is Indy. Daar ben ik niet mee getrouwd. Nou, dan weet ik het niet meer zo hoor. Met Joyce. Oké, met Joyce Polland. Ja, daarmee ben ik getrouwd. Goed bezig, maar dan heb ik wel een feestje gemist. Ja, dan moeten we nog gaan vieren. We hebben het al heel lang uitgesteld. Oké, als je mij maar niet vergeet uit te nodigen. Nee. Anders gaat het niet door. Komt goed. Goed zo. Dan ben jij weer. Ja. Wat zijn jouw hobby's? Ja, dat is wel frustrerend, want ik heb die vraag ook. Wat zijn mijn nieuwste... Wat is mijn nieuwste hobby? Nou, mijn hobby's zijn fotografie, filmen, editen, designen. Eigenlijk allemaal dat soort dingen, vooral. Nou, dan is de volgende vraag: welk jaar ben ik getrouwd? Dat weet ik niet, heb je me niet verteld. 2016 ben ik getrouwd. Dat is al 5 jaar geleden. Ja, bijna 5 jaar. Over een paar weken zijn we 5 jaar getrouwd. Dus, nou, dan wordt het echt tijd voor een feestje. Ja. Ons eerste feest wordt gewoon het 50-jarige huwelijk of zo. Dat wordt ons trouwfeest, denk ik. Nou, dan mag jij weer. Nee, want ik vroeg toch wat je hobby's waren. Oh ja. Ja, maar had ik die ook toch al geantwoord? Of? Ja, die was je net aan het antwoorden. Ja, en toen vroeg ik, welk jaar ben ik getrouwd? Oh ja, klopt. Nou, wat eet je graag? Spruitjes. Nou, op zich vind ik het niet mis. Ik vind het ook niet super lekker, maar ik vind het niet heel vies. Maar vooral eet ik graag. Ja, lasagne vind ik heel lekker. Dat is wel mijn lievelingseten. Oké. Nou, deze heb ik eigenlijk net al een beetje verraden. Wat is mijn nieuwste hobby die ik erbij heb? Nou, filmen, fotograferen. Ja, fotograferen. Filmen die heb ik al heel lang. Maar fotograferen doe ik nu denk... ongeveer, ja, wat zal het zijn, een halfjaartje of zo dat ik echt actief fotografie doe. En ik vind het echt heel leuk. En het is compleet iets anders dan filmen, maar het is ook weer heel leuk, zeg maar. Het zijn echt twee compleet verschillende dingen, maar je kunt er echt heel veel mee. En ja, dat is wel mijn nieuwe hobby. Voor als jullie mijn foto's willen bekijken, link staat in de beschrijving van mijn Instagram. En dan komt hier zo'n scancode in beeld dat je kunt scannen. Dus, waar ik is dat beeld dan? Op. Ik zie niks. Nee, jij ziet inderdaad niks. Dat doe je editen, papa. Oké. De kijkers zien dat straks wel, maar jij ziet het niet. Oké. Jij ziet het als je de video terugkijkt. Ik denk dat ik oud word. Ik denk het ook. Nou, dan ben jij weer. Drink je wel eens alcohol? Nou, ik drink nooit alcohol. Ik heb 1 keer alcohol op, maar toen wist ik niet dat er alcohol in zat. En dan was een fluo-ijsje en verder heb ik nooit alcohol op. Dus ja, daar zijn we heel snel over uitgepraat. Ik drink niet, dus... Nou, goed bezig. Het grappige is dat vroeger, toen zeiden wij altijd tegen papa, dat wij als we 16 waren gingen drinken met papa. Dat werd later als we 18 werden, want net voordat ik 16 werd, werd het naar 18 verplaatst. Maar ja, toen had papa zo'n heel groot bierglas en daar zouden wij uit gaan drinken. Maar ja, die heeft hij nog steeds, want zowel ik als mijn broer die allebei dan zouden gaan drinken, drinken niet. Dus ja. Hij staat nog steeds hetzelfde erbij. Ja, of je ooit zal worden gebruikt wordt nog maar de vraag, maar ik denk het niet. Ik denk dat de flesjes die erin staan dan wel over datum zijn. Dat denk ik ook, inmiddels. Waarvan is de mooiste foto die ik heb gemaakt? Die ik dan persoonlijk het mooiste vind. Van mij? Nee. Ik vind er heel mooie foto's tussen zitten van jou, maar het is niet de allermooiste foto die ik heb gemaakt. Oké. Het is van een dier. Van een hond.
Nee, een veel speciale dier. Gevaarlijk dier. Van een leeuw. Van een tijger. Van een tijger. Foto. Daar heb ik echt een hele gave foto van super dichtbij van. Was ik super goed ingezoomd. En die keek echt recht de lens in. En dat vind ik wel echt mijn best gelukte foto die ik heb gemaakt. Oké, okay, moet je even gapen. Ja, ik merkte het. Dan ben jij weer. Wat was jouw favoriete vakantie? Ik denk wel de wintersporten zo'n beetje. En met jou was ook altijd heel gezellig. Eigenlijk was elke vakantie die ik heb gehad wel leuk. Ik heb niet echt één vakantie die ik kan bedenken van die is echt mijn favoriete vakantie of zo. Ik vond ze eigenlijk allemaal wel leuk. Oké. Wat is het cameramerk waar ik grootste fan van ben? Even gauw kijken naar de camera's. Sony, denk ik. Ja, Sony. Alle drie de camera's zijn Sony. Ik vind Sony echt een geweldig cameramerk. Het is wel aan de prijs, maar het zijn wel hele goede camera's. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat ik ook niet zomaar wegga bij Sony. En de programma's van Sony zijn vreselijk. Even tip, gebruik nooit Sony Vegas. Ik ben blij dat ik weg ben van Sony Vegas en tegenwoordig het Adobe pakket gebruik. Maar in tegenoverstelling camera's van Sony een echte aanrader. Nou, dan ben jij weer. Ja. Waar zou je nog graag een keer naartoe willen op vakantie? Ik zou graag nog een keer naar Spanje willen en dan naar Sitges. Naar waar? Sitges. Waar ligt dat? Dat is vlakbij Barcelona. Oké. En dat is de stad waar als eerste op de hele wereld de LGBT-acceptatie was. Dus ja, dat is gewoon een heel mooie stad, lijkt mij. Daar zou ik nog elke keer naar op vakantie willen. Ja. Hoe heette degene uit mijn eerste relatie? Hoe die heette? Ja. Begin met een R. Ik weet het niet, jongen. Romy heette die. Romy. Nou, dan ben jij weer. Wat eet je heel graag? Ja, die had ik al opgenoemd, hè. Ik eet graag lasagne. Die had je al gezegd. Nou. Wil je nog één vraag of... Volgens mij hebben we ze allemaal al gehad dan. Nou, ik heb ze nog niet allemaal gehad. Wat doe je voor werk? Ja, ik werk bij een dagbesteding. En doe ik eigenlijk op heel veel verschillende werkplekken werk ik daarmee. Nou, wie van mijn vrienden ken ik het langst? Lucas. Luca heet hij. Luca. Ja, zeker weten. Ik denk dat jij die zelfs nog wel eens hebt gezien. Ja, niet bij ons thuis, dus spraken we nog niet af. Maar bij de dagopvang, bij de stormvogels, zeg maar, waar ik toen vroeger naartoe ging, daar heb ik hem leren kennen. We kennen elkaar nu al meer dan 10 jaar, inmiddels. Nou, dan ben jij weer. Ja. Dan hebben we je leeftijd, je hobby's, je lievelingsliedjes, wat je graag eet, je favoriete vakantie. Wie is jouw beste vriend of vriendin? Daar hebben we ook al over gehad. Drink je alcohol? Waar zou je graag heen gaan met vakantie? En wat zijn de meest leuke dingen die je met mij hebt gedaan en nog zou willen doen? Ja, de meest leuke dingen die ik heb gedaan met jou zijn wel de vakanties. Ik zou sowieso wel nog een keer op vakantie willen of zo. Dat lijkt me wel echt leuk. En weer gaan kamperen of zo. Eigenlijk zou je weer een camper moeten kopen. Dat mis ik wel. Dat we met de camper weggingen en z'n tweeën. Dat was altijd wel echt heel leuk. Ja, dat klopt. Dus dat zou ik wel nog een keer willen doen. Gewoon weer een keer op vakantie of zoiets. Maakt niet uit waar naartoe, maar gewoon echt iets. Gewoon een paar dagen weg of zo. Ja. Wie zou ik nog graag willen ontmoeten? Snollebolletje. Die heb ik al ontmoet, hè?
Ja, ja. Het is iemand die ik nooit... Ik bedoel, van degene die ik nooit niet heb ontmoet. Vroeger stond Snolle Bollekes, Rutger, Thomas, Denise en Richard op mijn lijst. En nog één iemand anders. En iedereen is gelukt op één iemand na. En dat ben ik. Jou heb ik ook al ontmoet. Jou zit ik nu naast. Of ben jij een robot nu? Of nee, zo? Maar die het raadt. Oh, zo. Het begint met een J. Nou, hij is heel grappig. Tenminste, dat vind ik. En heel veel anderen vinden dat ook. Jeroen. Welke Jeroen? Ja, ik noem nou maar iets. Ik begin met een J. Ik weet zeker dat je hem wel kent. En bijna iedereen moet altijd om hem lachen. En dat is ook zijn werk, om mensen te laten lachen. Jannes. Ik ken geen Jannes, maar... Jochem Meijer. Oké. Die ken je toch wel? Ja. Ja, die zou ik nog graag willen ontmoeten. Die vind ik echt zo grappig. En hij staat echt nog op mijn bucketlist om nog een keer te ontmoeten. En dan heb jij als het goed is nog één vraag, of niet? Nee. En dan heb je de 9 opgenoemd. Nou, dan zal ik nog de laatste vraag doen. Hoeveel uur zit ik gemiddeld per dag op mijn telefoon? En ik ga nu even mijn schermtijd erbij pakken om te kijken, want ik heb het nog niet gekeken. Ik denk 9 uur per dag. Sterker nog, ik heb nog niet gekeken sinds ik deze telefoon heb. Dus het kan voor mij ook best shocking gaan worden. Ik heb namelijk geen idee. Vroeger was het gemiddeld 11 uur per dag, maar ik denk dat ik er minder op zit. Maar het ding is, ik weet het niet zeker. Ja, sinds ik deze telefoon heb, is het gemiddeld 6 uur en 10 minuten. Terwijl het bij mijn vorige telefoon gemiddeld 11 uur was, dat ik op mijn telefoon zat. Dus dat is wel echt veel minder. Nou, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en wil jij nog iets zeggen? Ja, nou, het was weer interessant. We zijn weer wijzer geworden. Op naar de volgende ronde. Ja, houdoe! Houdoe!